Yo, Vaco Gamers, Lars hier. Zijn jullie klaar voor meer Ready Steady Action op die stage? Ik wel. Dildo Dodo. Een uitgestorven dildo. How's filming going, Steve? Well, Candy is a natural. And that new girl, she's insatiable. She went through half the cast and crew before I even took a light reading. Anyway, hey, tomorrow we're going on location to shoot the boat scenes. Boat scenes? What boat scenes? When the giant shark comes in. Yeah, right. What did I say about the giant shark? No giant shark. No giant shark. Juist, Tom. Zeg het hem. Just keep the cameras pointed at the poon tag. Okay. No giant freaking shark. Steek die shark maar op een hele donkere plek. Waar geen giant sharks zijn. En waar ze ook niet willen komen. Okay. Hey Candy, in my trailer. Echt, die vent is nu al briljant. There is a seaplane that was used as a prop in some old indie films. Lezen is heel moeilijk. Round the back of the studios. Dat moet hier zijn. Use it to distribute the flyers. We gaan vliegen! Of in ieder geval een poging doen tot. Hoe werkt dat ook alweer? Feeding the family is my job as a mother. Even kijken. Ongeveer net zoals een helikopter, geloof ik. Hoe werkt dat ding ook alweer? Vlieg, jongens. Oh, zo. Oh, maar dat kan ik wel. Waar gaan we naartoe? Links af. Gaan we gewoon mooi alles rustig ertussendoor vliegen? Oh, we hebben ook nog brandstof. Ja, dat hebben ze me niet verteld. Ik denk, ik vlieg gewoon lekker rustig door. Komt het vanzelf een keertje goed, toch? Moeten we ook nog op de benzine gaan letten. Of de kerosine in dit geval. Kijk, er is ons huis. Oh, het ziet er zo klein uit vanuit de lucht. Oh shit. Knopjes staan nog steeds niet helemaal goed, jongens. Knopjes staan nog steeds niet helemaal zoals ik ze hebben wil. Maar goed, maakt het uit. Doe ik het toch lekker gezonder dat de knopjes goed staan. Zomaar weinig boeien, hoor. Ah, kijk, concurrerende filmstudio. Shit, helemaal daar naar beneden. Ga weg met je laadscherm. Joehoe! Wow! Jongens, nieuwe film. Komt dat zien. Met de nadruk op kom. Dat zien. Slechte grap, Lars. Hele slechte grap. Waar gaan we nu naartoe? Die kant op. Oh, dat is mooi. Gewoon rechtdoor. Kijk nou, een ijswinkel. Oh shit, dat is een hele scherpe bocht, jongens. Maar we hebben hem gehaald. Zo zijn wij. En welke kant moet ik nu zijn? Links of rechts? Ik gok voor rechts. En dan waarschijnlijk laag door de straten heen. Dat zullen ze vast wel leuk vinden. Ja hoor, laag door de straten heen. Dat was een boom. Die moet ik niet hebben. We gaan een stukje zo en dan gaan we zo rechtsaf. Dan kunnen we beter vliegen. Ga weg met je laadschermen. Kijk, we gaan gewoon de flyers distributeren boven de zee. Want daar zitten natuurlijk heel veel mensen die onze film willen zien op de zee. Joehoe. Dat was één. Kunnen we nog tanken of hoe zit dat? We zullen waarschijnlijk wel niet in de lucht kunnen bijtanken. Zoals die hele hippe vliegtuigen van tegenwoordig. Waar gaan we naartoe? Laten we die rechts bovenin pakken. Ik ga echt niet genoeg benzine hebben voor dit alles, jongens. Dat gaat echt niet lukken. Maar goed, maakt het uit. Oh, dit was de... Ja, de biker track of iets. Voor de motor, voor de Sanchez. De Dirty Sanchez. Oh shit, jongens. Ik had er niet met een vliegtuig dwars door de stad heen gaan vliegen, Tom. Wat is dat nou voor een dwaze plan? Only fools make that kind of plans, huh? Shit. Dat is toch geen bocht, jongens? Woehoe! Auw! Ja hoor, daar gaat hij. Blijf in de lucht, vliegtuig. Blijf in de lucht. Goed zo. Knap vliegtuig dat op dat moment in de lucht blijft. Maar ja, het is maar een spelletje. Boeit ons het. Oh, nou ja, misschien ga ik het nog serieus wel redden met de benzine. Heb ik het toch verkeerd ingeschat? Dan hoef ik nog maar ergens tegenaan te vliegen en het is al klaar. En ik zal waarschijnlijk ook nog wel weer terug naar huis moeten. Boep.
Like many things in life, you can throw money at something and feel better about yourself. Nou, hier is het vliegveld. Dat is een goede plek voor vliegtuigen om te zijn. Wat is het nou voor? Yes, nice. Niet op zijn kop, het is geen stuntvliegtuig, Tom. Nou, de laatste. Vlieg is een beetje door, ding. Zou wel cool zijn om met dit ding de PS Pre Shop binnen te vliegen. Gewoon om te kijken wat ze zeggen, weet je wel. Zo van, hé gast, doe mijn vliegtuig eens schilderen, jongen. En dat ze dan zeggen van, nee, doen we niet. Gewoon omdat het kan. We are back. Echt niet. We zijn bij een blauw ding. Piep. Zij zien dat het nou verkeerd gaat, hè. Boing. $2000. Hatsa. Zo in de pocket. Ze hoeven we alleen maar een beetje voor rond te vliegen boven de stad. Zo gemakkelijk. Gaat dat blijkbaar in Vice City? Of vind ik $2000? Ja. Het is niet echt veel natuurlijk, hè. Als je bedenkt dat we eigenlijk geld uitgeven aan marketing. Maar nee, Tommy Vercetti krijgt geld binnen als hij marketing doet. Het is zo'n slimme gozer, die gast. Waar gaan we naartoe? Zullen we naar die gekke rasterkop gaan? Naar dat mannetje daar links? Of naar de goktent? Weet je wat, we gaan gewoon naar huis. Dat lijkt me nog een veel beter plan. Kijken of we in het zwembad kunnen landen met dit vliegtuig. Heel langzaam. Gaan we kijken of we gewoon even in het zwembad kunnen komen. Is dat een zwembad? Ja, dat is een zwembad. Joehoe. Wie heeft er een watervliegtuig in zijn zwembad? Alleen Tommy... Wat? Het is mijn huis, jongens! Doe maar rustig. Ontspan maar. Het is mijn huis. Stelletje debielen. Jullie zijn echt allemaal compleet random geschift, hè, jullie? Met z'n allen op een rijtje, zie je dat? Joh, de grootste hoofdmogol loopt voorop. Oh, wacht, het was een indringer. Ik was het helemaal niet. Ze hebben een lui van het beveiligingsbedrijf neergemaaid. Fijn jongens, dan komen ze dat weer uitzoeken. Dat wordt weer een hoop papierwerk. Hebben we hier nog geld? $5000. Nou, gaat dus even niks. Dank u. Wat een mooie avond jongens in Vice City. Mooie avond om er een vroeg einde aan te breien. Geven jullie een groen duimpje als je het een leuke video vond. En vergeet vooral ook niet om te abonneren, hè. Dan zie ik jullie de volgende keer heel graag terug bij meer... GTA Vice City. Mazzel.